De Italiaanse politie heeft deze beelden vrijgegeven van de arrestatie van een verdachte die een aanslag wilde plegen in Rome. Hier is te zien hoe hij uit zijn huis wordt gehaald en wordt afgevoerd, ergens dicht bij de noordelijke stad Varese. Tijdens de politieactie zijn in totaal vier mensen opgepakt. Twee mannen en twee vrouwen van Marokkaanse afkomst. Ze worden ervan verdacht dat ze zich willen aansluiten bij IS. Justitie heeft afgeluisterde telefoongesprekken waarin drie verdachten praten over het plegen van een aanslag in Italië. Het Vaticaan en de Israëlische ambassade in Rome worden als mogelijke doelwitten genoemd. De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten die Italië al hebben verlaten. Zij zitten waarschijnlijk in Syrië of Irak.